nieuwe weekvideo. Deze week is heel erg spannend, want Dave kan kampioen worden en komen dus misschien verder naar huis. Fingers crossed. Ik hoop jullie ook die een beetje met ons meeduimen. Verder is het een rustige week, omdat Dave zich goed aan het focussen is op de belangrijke wedstrijden nog. Om die twee te gaan. Ik ben benieuwd hoe ik het vind. En het is bijna december, dus dat zou logisch zijn. Is het vandaag dus gewoon 19 graden. Echt super lekker. Tenminste, ik hou er wel van. Al ben ik me ook heel erg verheugd op de koude Nederland. Lekker dikke jassen aan, kerstboompje erbij. Open haard aan, want die hebben we in ons nieuwe huis. Super leuk. Dat was toch altijd wel een soort van ideaal voor mij. Dat ik ooit met mijn gezin en mijn honden voor een open haard gaan liggen in een eigen huis. En als het goed is, gaat dat dus helemaal uitkomen. Nou, ik ben dus maar aan het wandelen naar de stad. Morgen is de kampioenswedstrijd. Eindelijk. En dan zijn we er een beetje van verlost van al die spanning. Zelfs ik heb spanning. En dan weten we dus of we eerder naar huis gaan. Dat zou super goed uitkomen natuurlijk. Rio en ik zijn er klaar voor om aan te moedigen. En Dave is er klaar voor. Ik had hem gisteren een pakketje meegegeven met zee, wat avocado's, wat protein bars. Allemaal een beetje gezonde dingen. Als een soort van, nou, meer geintje. Met een briefje erbij. Als een soort van, nou, opheppen voor de wedstrijd. En dan heb ik wel van alles twee gedaan. Dus ook voor zijn kamergenoot. Nou, Riertje zit lekker in de wagen. Die heeft vanochtend lekker bij mama in bed geslapen nog. De laatste uurtjes. Dat vond hij wel gezellig. Hij is nu even in zijn eigen wereld. Ik ben dus al de hele dag in de stad aan het vertoeven. En ik ben dus een gebouw ingegaan. Want ik zag een soort van loungebar staan. Dus ik ben toch benieuwd wat dat is. Het had 18 verdiepingen. En ik ben overal eigenlijk even uitgestapt om te kijken wat er was. Maar er zat een tandartspraktijk en waar je je benen kon laten bevriezen. Nou, er zaten allemaal praktijken eigenlijk. En helemaal bovenin zat dus een hele leuke bar. Een soort rooftop bar. Echt super leuk. Het was niet open, maar ik vroeg of ik eventjes mocht kijken. En even de menukaart ingekeken. Dus het is best wel leuk om een keertje te doen, denk ik. Ik denk dat het 's avonds heel grappig is. Dus ik ben wel weer iets te weten gekomen. En echt, in Nederland zou je echt failliet gaan als je je tent ergens op de 18e verdieping hebt zitten. Ik zal even laten zien waar het is. Maar alles zit hier in de hoofd. Dus en verstopt. En je moet soms gewoon maar ergens naar binnen gaan. En zo vind je nog eens wat. Zoals dit. Is allemaal in de hoogte. Tandartspraktijk. Kapsalon en dat soort dingen. Maar waar ik dus binnen ben geweest, dat is dit grote gebouw. En dan helemaal bovenin zit Brown City. En dat is dus het restaurant / cocktailbar. Ik zit dus aan een lekker bordje rijst bij de bol. Echt super lekker. Wel verdiend na zo'n lange wandeling. En Rio is nu mee met Max, de eigenaar van de bol. Max is een Engelse naam. Ik neem aan dat het niet zo'n Nederlandse naam is. Maar wacht, daar komen ze aan. Super schattig. Maar die kent hij gewoon, dus dat is helemaal oké. I've got a new babysitter, Max. Hello, my daddy's babysitter. Ik ben dus al een tijdje boven. Het is nu 9 uur. Ik had Rio om 7 uur in bed gedaan. Voor zijn nachtslaapje. En dan geef ik hem meestal rond 11 uur gewoon in zijn slaap een flesje nog. Werd hij helemaal overstuur wakker. Ik denk, wat is er aan de hand? Wat nu weer? Dit is wel erg vroeg. Klaar zijn met je slaapje.
Ik zat echt net een paar tellen op de bank met alles. De vaatwas en alles gedaan. En toen bleek het dat hij dus weer zijn hele bed omgeplast. Maar ik heb dus andere luiers en die zijn gewoon niet goed. Dus ik denk dat ik en even andere luiers ga halen nu. Wat ik gewoon rot vind, want eigenlijk moet ik het gewoon in zijn bed laten. Ik heb het hele bed verschoond. Ik ga nu luiers halen. En die moest ik toch uit sowieso, want ik had geen water meer. Echt misschien nog voor 3 flesjes en dat is dan echt net aan. En ik weet eigenlijk niet zo goed hoe vroeg alles weer open gaat. Volgens mij 10:30. Dus dat vind ik toch geen lekker idee. Dus ik heb toch besloten om hem nu in de wagen te doen en over straat te gaan. Aangezien ik niemand erop uit kon sturen. Super shit, maar er zijn ergere dingen. Mama wil niet dat je het koud hebt. Het is heel koud buiten. Wat een drama. Het is niet echt een echte huil, hè, dit. Ik had die luiers dus nu even in de lift bedacht dat ik die ook ging halen. Want die zijn een stukje verder in de arcade. Maar ik heb mijn sloffen aan. Ja, niet dat iemand mij hier ziet. Ja, iemand ziet me wel, maar... Ik heb geen idee of ik die ooit weer terug zie. Kan mij het schelen. Wel een beetje uitgestorven voor de vrijdagavond. Al heb ik het idee dat hier meer zaterdag en zondag heel druk is. Wat ik dus echt vet irritant vind. Nu denk ik dus even aan 2 voor de prijs van 1. Ik heb echt 2 zulke pakketten luiers mee lopen slepen van de week. Omdat ik dacht, nou dan heb ik even voorraad. En laat ik ook eens zijn nog bezig zijn. Maar ja, goedkoop is blijkbaar duurkoop. Want vorige maand waren deze luiers nog goed en nu niet meer. Het was toch echt 7 tot 11 kilo. En Rio is nu bijna 8 kilo. Dus het zou goed moeten zijn, maar blijkbaar niet. Het ruikt echt allemaal waanzinnig lekker. Rio kijkt nog steeds een beetje chagrijnig. Gezellig is het wel allemaal. We zijn dus nu, jullie hebben dus echt mijn hele weg gevolgd naar de supermarkt. Dus zo ver is het nou ook niet. Ik heb alleen een hekel in deze supermarkt, want dit zijn de doorgangetjes. Hoe dan? Nou, pas precies. Nu twijfelt mama of ze gewoon een maatje groter gaat nemen voor jou. Alleen, dat lijkt me wel weer heel erg groot. Ik heb meteen alles gehaald, hè. Er was niet veel, gewoon het frisdrank en dus water en de luiers. Ik voelde er niet echt iets voor om nu nog langs de avondwinkel te gaan. Ik had het alleen meer in mijn hoofd, omdat ik heb die mensjes heel erg gezien. Ze zijn heel erg lief en daar komen we altijd. Maar goed, het is eigenlijk onzin als ik het ook hier kan doen. Ja, dus dan gaan we weer naar boven. Gaan we die kleine draak weer in slaap maken. En dan ga ik ook maar bij tijd slapen. En een snelle morgen. En dan hebben we eindelijk die spannende wedstrijd achter de rug. Wat ben je mooi? Heb je papa's voetbalshirt? Het is hier dus niet altijd vol, alleen ik denk vandaag dat het super druk gaat zijn. Het is een beetje de Ajax Feyenoord van Korea. En ik heb er heel veel zin in. Ik vind het best wel een beetje spannend. Maar goed, anders had er ook geen zak aan geweest als het niet spannend was. Dus komt goed. Ik ben benieuwd. Rio is er klaar voor. Die heeft een beetje zijn bokkenpruikje op. Die is niet heel tevreden. Maar misschien als hij de cheerleaders ziet, dat hij dat al wel een stuk leuker vindt. Ik ben inmiddels weer thuis gekomen en het is 1-1 geworden. Dus dat betekent dat het kampioenschap
er nog niet op zit. We kunnen volgende week nog winnen. Dus dan moeten we gelijk spelen of winnen. Maar Dave was vandaag de held van Ulsan. Want die heeft gewoon gescoord. Echt niet normaal. Kampioenschapje gered. Echt. Tenminste, als we volgende week winnen. Ja, dus dat is echt helemaal te gek. En daar zijn we heel blij mee. Ik heb me even warm aangekleed. We gaan even bij Dankool eten. En dan... Ik heb er geen woord voor. Het was echt niet normaal. Ik ben zo, zo blij. Het is Dave echt zo gegund. Hij heeft daar echt heel hard voor gewerkt. Het enige is dat we dus nu wel een weekje nog een keer in die spanning moeten zitten. Anders hadden we misschien nu bijna naar huis gekund. Maar ja... gelijk spelen of winnen. Dus het moet te doen zijn. En ja, voor mij is Dave toch gewoon winnaar. Klinkt heel zoetsappig, maar het is zo. Riotje, die is heel lief geweest. Die heeft de eerste helft alleen maar geslapen. Het is dus 4:30 ochtends. Kijk eens hoe lekker deze man erbij ligt. Mama ook meekijken? We zijn weer in de stad. We hebben net even taxi gepakt. En we gaan eventjes Korean barbecuen. Gewoon omdat we er weer zin in hebben. Het is nu een uurtje of vier, een beetje gekke tijd. Maar we hebben allebei niet geluncht. Dus hadden we besloten om dat maar eventjes te gaan doen. Ik wil heel misschien eventjes de rooftop bar bekijken straks met Dave. Die had ik van de week ontdekt. Dus die wil ik even laten zien. Als Rio een beetje rustig is. Maar voorlopig is Dave nu... de fles aan te geven met een halve hernia, want hij was heel onrustig, maar had gewoon honger, denk ik. Even voorbereidingen treffen voordat we rustig kunnen zitten. Goedemiddag, is het hier alweer. Ik heb gisteren niks gefilmd omdat er eigenlijk weinig te filmen viel. Ik had die nacht weer gewoon super slecht geslapen. En ik merk nu we dichter bij huis komen dat ik gewoon steeds meer heimwee krijg. En het ook steeds zwaarder met Rio krijg. Dus gisteren, Dave was lekker 2 dagen vrij. En Dave is gisteren met Rio op pad geweest. Die heeft soep voor me gemaakt. En die heeft me een beetje ontlast. Wat wel echt super fijn was en wat ik gewoon even nodig had. Ik merkte gewoon dat even mijn batterijtje leeg was. Dus dat was echt top. Dus ik heb de hele dag lekker in bed gelegen. Een beetje serietjes gekeken. Een beetje naar kerstdecoratie gekeken. En dus dat was wel even heel erg fijn. Om gewoon eventjes helemaal niets. En toch vond ik het heel raar dat Dave... Hij was maar 3 uurtjes de deur uit in de Rio. Maar dat is dus echt voor mij voor het eerst. En dat vond ik echt heel vreemd dat hij er niet was. En toen ik hem weer zag voelde, alsof ik hem even niet had gezien. Voor de rest... denk ik dat bijna de tandjes door zijn. Maar dat denk ik iedere keer. Dat denk ik al een paar maanden. Dan loopt hij al wat te rommelen met die tandjes. Nog even volhouden, nog even doorzetten. Ik ben iedereen helemaal suf aan het facetimen. Dat heb ik eigenlijk het hele jaar niet heel veel gedaan. Alleen ik merk nu gewoon dat ik steeds bezig moet zijn. Een beetje mijn verhaal moet kwijt kunnen. Daarom klets ik ook iets meer tegenwoordig tegen jullie. Omdat we weinig doen. En het moet niet in mijn hoofd gaan zitten. Het moet er lekker uit. Zo, de buit is binnen. Gaan we nu een koffietje halen bij de Starbucks. En dan gaan we weer naar huisje. Gaan we even oefenen met vooruitkijken. En ik was boven bijna klaar met alles opruimen, schoonmaken en de hele reuten met tijd. En ik krijg weer een berichtje. Wil je even de aandacht? Die was nog op het complex, het trainingscomplex. Of ik zin had in Korean barbecue. Voor de verandering. 2 dagen geleden hebben we al Korean barbecue gegeten. Maar goed, ik zeg daar geen nee tegen. Ik hoef niet te koken. Na te denken over wat we gaan eten. Laten we gaan Korean barbecuen. Coole papa en mama. Oh, coole pipslap. Yay, gaan we naar buiten. Gaan we naar buiten. Hij wordt groot, hè? Ja. Echt waterkoud. Ja, Dave zegt het al, het is echt waterkoud.
Ik wilde net even naar beneden lopen, maar Dave was voor vroeg vrij. Gewoon eigenlijk even om het lopen. Gewoon door de arcade, maar het is niet zo lekker weer ook. Maar dat kan daar dus makkelijk. En ik wilde even nog een extra yogamat halen. Niet omdat Dave mee wil sporten. Nee, dan kan ik zeg maar het kruipgedeelte van Rio iets uitbreiden. Want het vloerkleed wat we hebben is wel praktisch als het gaat omdat het schoon blijft. Maar niet praktisch als het gaat om kruipen. Want het is gewoon niet zo lekker als knietjes. Ja, hè? Moet ik iets mee doen? Jij bent net een filmster. Hey, ben jij dit boetussen? Ben jij dit boetussen? Oké, schat. Waar heb jij allemaal zin in als we naar Nederland gaan? Het is nu nog 9 dagjes. Wat gaan we allemaal doen? Wat gaan we allemaal doen? Lekker eten. Ja. Lekker van ons nieuwe huis genieten natuurlijk. Mm-hmm. Familie en vrienden. We hebben heel veel leuke dingen gepland. En wat heb je het meest gemist? Eten. Fatsoenlijk eten. En wat voor eten? Europese sushi. Wat nog meer? Gezellig met de barbecue. Oh. Lekker met de familie eten. En welke vriend heb je het meest gemist? Mijn vader. Ah, dat is toch lief. En Atze natuurlijk. Opa en oma. Mijn opa is ook echt mijn beste vriend. Ja, na 11 maanden Korea is het ook weer. Ja, Dave is dus echt helemaal niet meer naar huis geweest. Ik ben natuurlijk voor mijn baby shower naar huis geweest en ik ben nog in augustus 10 dagen naar Nederland geweest. Dus ja, ik heb nog wel even een glimp van iedereen op kunnen vangen. 9 nachten slapen. Oh ja, en dit wil ik ook nog even vragen. Ga je speciale voorbereidingen doen voor het kampioenschap? Heb je speciale rituelen? Niks speciaals of in ieder geval niks anders als normaal. Hetzelfde en wat doe je normaal altijd? Ja, 2 dagen van tevoren in hotel. 2 dagen hotel slapen. Ik bereid me eigenlijk niet speciaal voor op de wedstrijd. Ook niet op deze? Nee, ik denk niet dat je... Ook al is het een belangrijke wedstrijd dat je daar speciaal moet voorbereiden. Dus ik denk dat je gewoon hetzelfde voorbereidt als altijd. Ik voel me wel echt een interviewer. Het is niet echt een... Je praat echt zoals dat je inderdaad met een reporter praat. Maar dat is goed. Heel profi. Je ziet er heel knap uit ook. Was toch ook officieel? Ja, was officieel. Toch niet, alleen een beetje slecht voorbereid. Wat verwacht je dat de score gaat zijn? Dat moet je nou zeggen. Jawel. Je gaat niet jinxen natuurlijk, hè? Oh ja, dat is wel gevaarlijk natuurlijk. We zien het wel, schat. We doen ons best. En wat heel leuk is, ik ga Miss Lee daar nog even over appen. Want Rio gaat waarschijnlijk voor het eerst met jou het veld op. Dat was het weer voor deze week. Het was een beetje stilte voor de storm. Nou, dankjewel. Volgende week zien jullie dat ik mijn koffer ga inpakken. En van de 2 mannen, voor Dave zal dat 2 t-shirts zijn. Waarom 2 t-shirts? Omdat je altijd zo raar inpakt. Nou zeg, je doet net alsof ik geen kleren heb. Jawel, alleen je pakt altijd zo raar in. En natuurlijk de allesbeslissende kampioenswedstrijd. Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb er een goed gevoel over. En ja, de uitslag zien jullie dus volgende week. Doeg! Bye-bye.